Hoi, welkom bij Lars het Gast van Liemde. Mijn naam is Lars en vandaag ga ik jullie vier hele mooie plekken van Liemde laten zien. Aangekomen bij het pontje wilde ik een filmpje maken van dat ik aan kon fietsen, maar dat ging niet helemaal goed. En nu ben ik bij de uitkijktoren. We staan hier nu op een mooie locatie heen. En ik ga even een mop vertellen, want anders dan is de video ook maar weer zo saai. En een beetje als opvulling. Mop 1. Ja, vorige week was ik bij mijn oom. En mijn oom is slager, de slager van Liemde. Daar had ik een vlog gemaakt. En ik vraag aan hem. Heb je ook kippenpootjes? En hij zo van, ja, die heb ik. En ik zo, oh, nou dat loopt best wel moeilijk, hè? En ik vind deze plek zo mooi omdat je heel veel uitzicht hebt en je hebt hier een heel mooi bruggetje met een klein riviertje eronder. Aangekomen bij het pontje wilde ik een filmpje maken van dat ik aan kon fietsen, maar dat ging niet helemaal goed. Prank! Oh, ik had je, dit was mijn eerste prank. Hahaha. En ik ben hier nu op het pontje, een van de mooiste plekjes van Liemde. Mop 2. Er komt een man, die komt bij de dokter en die geeft een briefje aan de dokter. En de dokter die kijkt zo op dat briefje en er staat op... Ik kan niet praten. Nou, zegt die dokter, leg je handen op tafel. Dus die man die niet kan praten, die legt zijn hand op tafel. En die dokter die slaat die pakt een hamer en die slaat er keihard op. En die man, ah! En toen zei de dokter, nou, mooi, morgen leer je letter B. Ja. En het pontje heeft ook gewoon een andere kant natuurlijk, dus ja, daar sta ik dan maar. Welkom in het speeltuintje van de tip van Liemde. Dit is het nieuwste speeltuintje van Liemde. Ik vind hem niet echt bijzonder mooi. Het is vooral hout. En dan hebben we nog een klein mopje voor jullie natuurlijk. Mop 3. Leraren zijn net baby's. Als ze te weinig aandacht krijgen, beginnen ze keihard te schreeuwen. En wat kun je hier allemaal doen? Je kan klimmen. Je kan balanceren. En je kan in een of andere wagen tunnel kruipen. En dit is nou het bankje van Liemde. Gewoon heerlijk om te gaan zitten als je een hele dag gefietst hebt en je stopt even in Liemde. Heb jij ook zin om na een gezellig dagje fietsen even lekker ergens te gaan uitrusten? Dat kan in Liemde. Ga naar het bankje aan de Liemse kant van de Vleestraat.nl en kijk naar onze openingstijden. Serieus leuk bankje, hoor. Zo, dat was hem dan. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ga een keer naar die mooie plek in Liemde. En dan zie ik graag de volgende keer. Doei! Oh ja, en de mooiste plek van Liemde is natuurlijk gewoon mijn fiets.